Nederlanders moeten in de dagelijkse strijd om het bestaan links en rechts vele trappen uitdelen. De heer Hazenberg uit Amsterdam wil hieraan nu een einde maken. Hij heeft namelijk een veerkrachtige uitvinding gedaan die de fietser in staat stelt tijdens de rit te rentenieren. Zijn vinding, die hij de veerfiets noemde, berust op het principe van opwinding en ontspanning. Tegen het achterwiel heeft hij een stalen veer gemonteerd die 15 meter lang is en die bij het ontspannen een kracht overbrengt op dat wiel die de berijder in staat stelt een snelheid van 25 km per uur te bereiken. Een kilometer opwindend getrap geeft de fietser daarna volgens de heer Hazenberg 4 kilometer plezier. Of deze vinding het succes zal hebben dat de ontwerper ervan verwacht, kunnen wij niet beoordelen. Maar als zij gemeengoed wordt, zou het niet zo'n tour meer zijn om bijvoorbeeld de Tour de France uit te rijden.